zo, we hebben hier zo categorie 2. Dus categorie 1 groen bloemen, hier zo links. Categorie 2 van Leslie. Gewoon een wondertool. Categorie 2 van Rubro. En Dizzy Spinners met Crackling van Rubro. Hier gewoon een groen bloem, categorie 1. Het Crackling, categorie 1. En de groen bloem van Leslie, categorie 1. Groenbloem van Leslie, categorie 2. Die zal heel snel voorbij doen, maar even nog eentje. Het was groenbloem van Leslie, categorie 2 nu. Groenbloem van Leslie, categorie 1. Geen verschil eigenlijk. We gaan verder met de groenbloem van Rubro met knetter, categorie 1. En de groene bloem met knetters van Rubro, categorie 2. We gaan verder met de wondertool van Rubro, categorie 2. En dan tot slot de bloem van Rubro, categorie 1. Die bleef dus steken, doe maar eventjes nog eentje. Ook weer snel voorbij. Nou, je kan dus over het algemeen wel zeggen dat de categorie 2 groenbloemen wel iets beter zijn. Vooral bij die met knetter merk ik veel verschil.